Eerst wat formaliteiten en dan mogen Lieke en Christianne als eerste. Alsjeblieft. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Dus nou, het geeft een veilig gevoel. Ik ben ontzettend blij. Ik vind het echt een historisch moment. Ik ben heel blij dat we als zorgmedewerkers wat eerder gevaccineerd kunnen worden, sowieso al. Omdat we niet alleen onze patiënten daarmee heel veel goed doen, maar ook alle niet-patiënten. Het is al bijzonder dat ik tot op heden de dans nog ontsprongen ben, ondanks dat je goed beschermd bent. Het was de laatste dagen spannend wie wanneer geprikt zou worden. Vooral in het begin de onzekerheid van hoeveel vaccins we zouden kunnen krijgen en wanneer. We konden starten. En uiteindelijk hebben we maandagmiddag groen licht gekregen. En toen zijn er een enorm aantal mensen aan de slag gegaan, zodat we nu deze locatie hier hebben. Lieke vindt het belangrijk om als verplegend personeel op een cohortafdeling snel ingeënt te worden. Ik werk momenteel op een afdeling waar we naast de coronapatiënten ook de reguliere patiëntengroep ontvangen. En dat is allemaal afgeschermd van elkaar, maar je kan een verspreider zijn van het virus van een COVID-patiënt naar een patiënt zonder COVID. En hoe zit het met het begrip voor mensen die twijfelen aan een vaccinatie? Ik denk dat het met name belangrijk is dat mensen zich door de juiste personen laten informeren. Doe maar links. En bij twijfel aan de bel trekken. Ik snap dat er ook mensen zijn die zich per definitie al niet laten vaccineren, bijvoorbeeld ook voor een griep. Maar ja, dit is geen griep, jongens. Dus nee, ik snap het niet. We vaccineren niet sinds vandaag. We vaccineren al honderden jaren. En daar zijn we alleen maar beter geworden. Dus, en dat gaan we hier ook mee doen.